welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe make-up tutorial. Jullie hebben nou al een aantal vlogs gezien van mij in Spanje. En ik dacht even een vlog break. We gaan even een make-up lookje er doorheen knallen. Ik ga jullie vandaag de look laten zien die ik hier gewoon everyday maak. En dan zien jullie ook gelijk welke make-up ik allemaal heb meegenomen op reis. Voor de mensen die nou deze video als eerste zien en iets hebben van waar heb je het over? Even een snelle update. Ik ben op vakantie in Spanje. Helemaal in mijn uppie, helemaal alleen. En ik vlog mijn hele proces over hoe het is om gewoon in je uppie naar een ander land te gaan. En natuurlijk als beauty vlogger moet ik ook mijn make-up look laten zien. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. En na deze video komt weer een andere vlog online. Er komen nog een aantal vlogs, want ik ben hier zeker 2 weken ongeveer. Dus ik ga een heleboel vloggen. En laat me ook weten wat voor video's je nog meer zou willen zien hier. Los van de vlogs, gewoon dit soort video's, extra soorten video's. Let me know in de reacties beneden. Want ik ben altijd op zoek naar goede video ideeën. Dus laten we snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze make-up tutorial. Oké, het enige wat ik al heb gedaan is een dagcreme en that's it. Normaal heb ik een haarband om mijn haar naar achter te houden. Maar dat heb ik hier niet. Dus ik doe het gewoon even zo achter mijn oren. Oké, ik ga beginnen met mijn wenkies. Ik begin altijd met mijn wenkbrauwen, want die moeten gewoon altijd zijn gedaan. Ik gebruik hiervoor mijn NYX Brow Pencil. Jullie hebben gezien in vlog 1 dat mijn wenkbrauwpotloodje letterlijk op dag 1 was opgegaan. En toen heb ik snel deze gehaald. Deze heb ik in de kleur Espresso. En dan ga ik hiermee gewoon even mijn wenkies invullen. De dagcreme die ik op heb is van Olay, deze vitamine C dagcreme. Dan heb ik deze Catrice Camouflage Concealer in de kleur 010. En hiermee ga ik mijn wenkjes zo mooi strak maken. En dan als finishing touch mijn NYX Brow Gel. Ik kan niet zonder brow gel. Dit gaat er echt voor zorgen dat je wenkjes gewoon echt de hele dag goed blijven zitten. Echt een fantastisch product. Oké, dan kan ik nu beginnen aan mijn gezicht. Een van de belangrijkste dingen is SPF. Deze is van Clarins. Echt, ik ben hier de hele dag buiten en het is ruim 30, 32 graden. Eén dag was het hier 34 graden. Dus SPF echt niet vergeten. Die breng ik altijd aan over mijn dagcreme. Is echt heel belangrijk. En ik heb ook nog aparte SPF voor mijn lichaam die ik ook opsmeer. Dat is deze. Van de Kruidvat, die gaat over mijn lichaam. Ik was gisteren naar het strand en toen had ik me wel ingesmeerd met SPF, maar ik was het vergeten mee te nemen. En zodra je gaat zwemmen, is de SPF er weer af en moet je het opnieuw aanbrengen, maar ik was het dus vergeten. En nou ben ik ook oprecht een klein beetje verbrand. Dus het is echt belangrijk om SPF te smeren. Oké, dan is het nu tijd voor eindelijk echt de make-up. Ik ga beginnen met primer, deze Milk Hydro Grip Primer. Deze alleen maar te koop bij Sephora, bij ons in ons land helaas niet. En deze heb ik ook 2 jaar terug hier gehaald, toevallig in Spanje. Deze is echt heel fijn als je wilt dat je make-up de hele dag blijft zitten, want hij is echt zo super plakkerig. En hij is gewoon nog steeds niet op. En ik heb hem al zeker 2 jaar. Oké, dan foundation. Ik heb er 2 meegenomen. Ik heb mijn Charlotte Tilbury Beautiful Skin meegenomen in de kleur 8 en deze Huda Beauty Stick in de kleur 350G. Deze is iets lichter en meer naturel. En deze is iets dikker en heeft een meer medium volledige dekking. Allebei voor 2 redenen. Deze is iets donkerder voor als ik wat bruiner werd. En ik vind het ook wel mooi als ik wat meer full glam wil zijn. En deze is als ik iets meer naturel wil zijn. Ook heb ik op dag 1 deze hier gehaald van L'Oreal, de Nude bla bla bla. Iets. Deze had ik dus gezien online en iedereen raved erover hoe geweldig die is. En ik heb hem al gebruikt en hij is ook echt geweldig. Deze geeft echt een prachtige natural glow aan je gezicht. Je gezicht ziet er zo mooi gezond uit. I love it. Dus deze vind ik ook fijn, maar die had ik gewoon hier gehaald. Ik ga vandaag voor iets meer full glam. Dus ik ga vandaag in met mijn Huda Beauty Stick. En wat ik ook geweldig vind aan zo'n stick is het is gewoon echt heel makkelijk in gebruik. Je brengt het gewoon zo snel aan en je bent klaar. Het is echt super snel en makkelijk. Dan inblenden met mijn spons. Deze is van Elf Cosmetics bij Fave Spons. En dan blijven we een beetje hangen bij Huda Beauty. Want de concealer die ik heb meegenomen is deze nieuwe concealer van Huda Beauty. Deze heb ik in Cookie Dough. Deze concealer is geweldig. De eerste keer dat ik hem gebruikte, ik dacht gelijk, ja, deze gaat mee. Deze ga ik vandaag gebruiken. Hij is super smooth, volledige dekking. Ligt prachtig op de huid. Echt fantastisch. Dus hiervan breng ik een klein beetje aan. Niet te veel, gewoon echt zo een paar stipjes en that's it. En dan ook weer uitblenden. Ik vind concealer echt een van de meest belangrijke stappen in mijn make-up. Want dit verandert zoveel in mijn gezicht. Het verlicht het gewoon helemaal. En dat vind ik echt fantastisch.
Jongens, deze concierge echt ren naar de winkel. Ren naar Easy Paris. Als het goed is, is hij daar te koop. Ik heb het gewoon ontvangen in PR. Deze is echt zo smooth. Wauw. Oké, en dan natuurlijk ook alles vastlokken met poeder. Mijn Laura Mercier poeder die ik heb meegenomen. Dit is echt een van mijn fijnste poeders. En ik ga hiermee ook echt goed baken. Want het is hier echt warm. En ik wil echt dat mijn make-up er niet afsmelt en goed blijft zitten. En dat kun je dus doen door middel van een poeder. En hoe vettiger je huid is, hoe langer je de poeder moet laten zitten. Mijn huid is niet vettig. Is normaal tot droog. Dus dan valt wel een klein beetje mee. Maar ja, wat voor huid je ook hebt, als je in 34 graden rondloopt, dan is het gewoon 100% dat je een beetje een vettige huid gaat krijgen. Ik breng het gewoon overal aan waar de concealer zit. Als je een vettige huid hebt, laat het dan eventjes zo zitten, zodat het echt goed mat wordt en intrekt. Maar ja, dat heb ik niet, dus ik haal het er altijd weer gewoon zo gelijk vanaf. Oké, dan ga ik ook mijn neus contouren. Ik heb dit contourpaletje meegenomen van Catrice. En hiermee doe ik mijn neus contouren. Ik mix deze twee kleuren zo met elkaar. En dan pak ik ook nog een beetje van deze lichte kleur. En die breng ik zo hier aan op mijn neus. En dan lijkt mijn neussuite wat smaller. Ik wil altijd een smallere neus hebben. Dat vind ik echt mooi. En dan is het eigenlijk klaar. Dan is mijn neus gewoon goed gecontourd. Na al deze make-up en poeder ga ik in met de fixing spray. Deze Hydrate Mist van LA Girl. Deze hydrateert echt enorm. Dus die breng ik aan zodat alles mooi intrekt in mijn gezicht. Ga niet verder met je make-up terwijl je gezicht nog nat is. Dat is echt funest. Oké, dan de ogen. Ik breng nooit echt oogschaduw aan, maar heel af en toe. En als ik dat doe, dan pak ik dit paletje van Anastasia, dit gezichtspaletje. En dan pak ik deze kleur hier een beetje. En letterlijk het enige wat ik dan doe, is dat ik een beetje die kleur aanbreng zo in mijn crease. En that's it. Ik ben niet zo van de hele ooglooks in 34 graden. Ik wil ook gewoon een beetje snel klaar zijn. Dus als ik een ooglookje doe, überhaupt, dan is dit wat ik doe en meer niet. Dit is ook het gezichtspaletje die ik gewoon gebruik voor mijn hele gezicht. Oké, wat ik wel altijd doe is een wing aanbrengen. Ik heb meegenomen mijn Kylie Cosmetics Kyliner. Deze is echt geweldig. Een van mijn favorite eyeliner pennen. En hiermee ga ik een hele kleine mini wing maken. Ik maak altijd echt een hele mini wing om het heel mooi naturel te houden. Af en toe breng ik ook geen wing aan. Het verschilt, maar meestal wel. Kijk, echt alleen maar dit. Echt super mini. En dat maakt echt al heel veel verschil. Jongens, volgens mij is hij bijna op. Ik weet niet wat het is, maar sinds ik hier ben, gaat al mijn make-up op. Die in Nederland letterlijk nooit opgaat. Ineens gaat alles hier op. Maar het is nog wel gelukt. Maar hij is wel echt bijna op volgens mij. Maar ik heb hem ook al heel lang en ik heb hem ook heel veel gebruikt. Dus het is niet heel raar. Maar ja, het is wel weer ironisch dat precies wanneer ik geen andere make-up heb en letterlijk in een ander land ben, alles opgaat. Dus ik denk, aangezien ik vandaag ook naar Sephora ga, dat ik even ook een andere eyeliner gaan halen. De vlog van vandaag komt letterlijk na deze video online. Oké, mascara die ik heb meegenomen is deze van Benefit, de mini versie, de Roller Lash Mascara. Heel fijn zo'n mini voor op reis, neemt wat minder plek in beslag. En ik heb ook een lash lift gehad, dus dat vind ik heel fijn, dan is het gewoon goed te zien. En dan hoef ik niet per se nep wimpers op te plakken, want dat is toch wel weer echt extra gedoe. Ik heb wel nep wimpers bij, gewoon voor het geval ik het toch op wilde een keer of zo, weet ik veel. Maar ik denk niet. Ik denk dat ik ze niet ga opdoen. Ook mascara maakt echt weer super veel verschil. Kijk eens het verschil. Ik breng het niet aan op de onderste wimpers. Alleen maar zo boven. Oké, ogen zijn klaar. Dat is het. Nou ga ik dus beginnen aan mijn gezicht. En ik heb dus net dit paletje laten zien. Dit is het Off to Caste Rica Face Palette van ABH. Geweldig paletje met bronzer, blush en highlighter. Echt fantastisch paletje. Toen ik hem voor het eerst gebruikte. Dit was ook weer zo'n gevalletje van deze gaat mee op reis. Dit scheelt gewoon zoveel plek. Anders had ik een bronzer. Een highlighter en een blush apart moeten meenemen. Dus zoiets is echt ideaal. Ik ga beginnen met de bronzer. Een beetje mijn gezicht bronzen. Dat is wel nodig. Dan blush. Blush geeft zoveel kleur aan je gezicht. Het is zo mooi. Het verandert echt heel veel. Ik kan niet zonder blush. Blush is echt een van de make-up stappen die ik echt nooit oversla. Kijk even hoe het je gezicht gewoon helemaal laat stralen. Echt fantastisch. En dan kun je ervoor kiezen om je gezicht gewoon zo te laten. Gewoon mooi mat. Maar ik vind het toch altijd wel mooi om ook in te gaan met een beetje highlighter. Vooral als ik in een zonnig gebied ben. Want het is heel mooi als de zon zo helemaal op je highlight weer kaast en zo. Dat is echt fantastisch. Dat is zo mooi. Dus die breng ik ook een beetje aan. Kijk hoe mooi dit is.
Super duper mooi. En dan ook een klein beetje hier op mijn voorhoofd. Breng niet te veel aan, anders is het gewoon alsof je een vettige huid hebt. Met een klein kwastje breng ik het ook aan op mijn neus. Zo'n punt op mijn neus en een kleine lijn hier zo. En dat laat ook weer je neus smaller lijken. En dan ook een beetje hier in de binnenste ooghoeken. En dat laat je ogen ook een beetje stralen en meer open lijken, zeg maar. Oké, dan zijn we bijna klaar. Alleen nog de lippen. Voor de lippen ben ik wel een aantal dingen vergeten. Ik ben mijn bruin lippotloodje en bruine nude lipstick vergeten. De kleur die ik het meest draag, maar oké, whatever. Wat ik wel heb meegenomen is mijn roze lipcombo. En dat is deze. MAC lippotloodje in de kleur Soar. En een lipstick van Charlotte Tilbury in de kleur Pillow Talk. Dit is echt mijn go-to roze nude lipcombo. Wat ik ook heb meegenomen als ik een glossje wilde opdoen, is een roze en een bruine gloss. Too Faced Lip Injection Gloss van de Teddy Bear collectie. Dit is mijn bruine gloss. En dan ook deze roze gloss van Maybelline. Lifter Gloss in de kleur 005 Petal. En wat ik hier heb gehaald op dag 1 ook, is deze combo. Ik dacht, nou dan haal ik gewoon hier een bruine lipcombo. NYX lippotloodje in de kleur Beyond Nude. Deze is geweldig, een hele mooie bruine nude kleur. En deze Essence Matte Liquid Lipstick in de kleur 01. Deze echter is helemaal niks. Deze droogt je lippen helemaal uit. Maar ik ben wel heel blij met dit lippotloodje. Even kijken. Ik denk dat ik vandaag voor een beetje een roze bruine lipcombo ga. Ik denk dat dit mijn lipcombo wordt vandaag. Zo, en dan om ervoor te zorgen dat je make-up look de hele dag blijft zitten. Ook weer als laatste fixing spray. Ik heb deze mini versie van de Make It Last fixing spray van Milani. Ook weer de kleine versie, makkelijk voor op reis. Deze gaat er echt voor zorgen dat je make-up de hele dag blijft zitten. En dan zijn we klaar. Nou mensen, dit is dan de make-up look die ik hier altijd maak. Het is gewoon altijd precies deze look. En het enige wat ik afwissel is de lipkleur. Maar dit is dus mijn go-to look in welk land ik ook ben. Ook al ben ik gewoon thuis. Dit is mijn go-to look die ik gewoon altijd maak. Maar ik wissel gewoon altijd van producten. Maar ja, dat kan hier niet, want ik heb maar een aantal producten bij. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Let me know wat voor video's jullie nog meer willen zien. En ik ga nu naar Sephora. Als je dus Sephora vlog wilt zien, die komt na deze video online. En dan ga ik nog meer make-up halen en ook allemaal testen. Misschien dat ik dan ook een aparte Sephora make-up test video maak ofzo. Afhankelijk van of ik genoeg vind, maar vast wel. Nou, zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Ik vond het weer heel leuk om te maken. En ik hoop jullie weer te zien bij de volgende vlog. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!